Polinski, Akobat. Maar nu, hè? And then the rider all of Germany. Ja, nu de vakman. Zijn oude paard staat bovenaan. Chin Chin van het Lindenhof. Maar goed, met zijn pupil Bert Vermeulen. Dus daar zal hij niet rouwig om zijn wat dat betreft. Nee, dat denk ik ook niet. En, deze man die kan zo hard rijden zonder dat het er snel uitziet. Dat is echt ongelooflijk. Cornado won hier in 2016 al de grote prijs. En nu is hij er weer, 15 jaar inmiddels, deze hengst van Cornetto Belenski, Marco Zeni. Hij zal waarschijnlijk ook op 9 galopsprongen gaan beginnen. Die had hij. Korte bocht naar 103. Komt mooi op 8. Goed in. Super. Oh, dat was een bochtje zoals eigenlijk alleen hij dat kan. 38-74, dat kloppen tijd. Ah, daar gaat hij makkelijk uit. Ja. Seconden sneller. Hij staat bovenaan. Marcus Eening. 37.80. Het bochtje naar 1.15 was ongekend. Toen na 1.16 had hij toch 1 of 2 seconden laten liggen. Daar pak het paard niet helemaal de wending. Dus, ja. Daar kwam hij nog ietsje de bocht uit inderdaad. Maar hij springt hier in 1.16 nog. En daar bleef hij iets lang voor Marcus Eening. Diamant City en Cartago Z. Gaat nog niet hard meevallen om hier nog een